De stad Mechelen wordt gezien als een rolmodel in de evolutie naar een smart city. Het stadsbestuur nam in verschillende dossiers het heft in handen, onder meer om haar energieverbruik drastisch te doen dalen. En evidente klimaatneutraliteit, waar we naartoe moeten groeien, dat zal natuurlijk niet op 1, 2, 3 gebeuren. Wij scannen onze eigen gebouwen, ons eigen patrimonium en we zien waar we op meest efficiënt maatregelen kunnen nemen die zorgen dat het energieverbruik daalt. Het tweede prachtige voorbeeld is de ledverlichting die we in onze stad hebben aangebracht. Dus er is ook heel veel winst te boeken door op een slimme manier om te gaan met de taken die je hebt als stadsbestuur. Die winst betekent bijvoorbeeld dat een slimme straatverlichting een gemiddelde terugverdientijd heeft van 3 tot 4 jaar. Om haar duurzaamheidsstrategie te laten slagen, besliste de stad Mechelen ook om de interne organisatie aan te pakken. Zo werd een proeftuin ontwikkeld voor nieuwe kantoren die ook slimme technologieën integreren. Als wij slim willen zijn, en we willen niet alleen slim zijn buiten de gebouwen, moeten we dat natuurlijk ook proberen te implementeren in onze eigen werkorganisatie. En we hebben 2,5 jaar terug een heel proces uitgetekend om ervoor te zorgen dat die slimme toepassingen ook kunnen voor ons personeelsleden toegankelijk zijn. We denken ook dat op die manier het enthousiasme voor de job kan toenemen. Een van de bedrijven die deelneemt aan de proeftuin is Philips Lighting. Het levert de verschillende verlichtingssystemen die nu worden getest door de Mechelse ambtenaren. Door naar ledverlichting te gaan, zitten we met een technologie die veel minder verbruikt. Minder verbruik betekent minder energie, minder CO2. Maar langs de andere kant, en niet te verwaarlozen, ook voor de werknemer. Met ledverlichting hebben we meer flexibiliteit. We kunnen het niveau van de verlichting aanpassen. Dit kan aangepast worden aan de leeftijd van de werknemers. Waar het een effect heeft, de ledverlichting gaat uit en aan afhankelijk van de aanwezigheid. En ook voor meetingruimtes kunnen we spelen met de lichtkleur. Een koude kleur of een warme kleur. En in een vergadering geeft dat een heel ander effect op het welzijn van de werknemers of de ambtenaren.